je als familie samen een bedrijf hebt en het gaat over van generatie op generatie, dan kan het heel goed zijn dat je veel meer verwacht van telefonie en internet. En wat ik me afvraag is, zou er een alles-in-één pakket bestaan voor ondernemers? Nou, Erik heeft me dit keer uitgenodigd op het hoofdkantoor van Ziggo. Hey, hallo, goedemorgen. Kevin Brouwer. Als het goed is ben ik aangemeld. Kevin, ja, helemaal goed. Yes, okay. Top, dankjewel. Goed, dag. Daar is die. Hey Erik. Hey Kevin. Wat vertel je me nou? Heb jij nou gewoon een eigen huiskamer op kantoor? Lekker hè? Lekker ja. Ja, het is hier hard werken, maar ook wel hard ontspannen. Nou, en dat zo is het ook. Ja. Erik, het volgende. Ik heb thuis een alles-in-één pakket. Vind ik gewoon makkelijk. Hoe is dat geregeld voor ondernemers? Kunnen die daar ook voor gaan? Ja, eigenlijk precies hetzelfde. Dus wat wil je als ondernemer? Gewoon goede tv, goed internet, snel internet en gewoon goed de bereikbaarheid, dus goede telefonie. Ja, precies. Maar goed, het bereikbaar zijn is natuurlijk sowieso heel belangrijk. Ja. Onbereikbaar zijn, hè, dan mis je omzet. Ja. Maar die bereikbaarheid is dus een ding. Ja, vind ik wel. Zeker voor een zzp'er. Je begint net je eigen bedrijf. En dan is wel minder bereikbaarheid, is minder omzet. Dus daar moet je wel op letten. Dus ik vind het wel zo professioneel als je een tweede lijn bestelt, zodat je privé en zakelijk gescheiden houdt. Ja, en wat nou als je thuis werkt? Ja, dan kan je nog steeds die twee lijnen gewoon gescheiden houden. Dus dan weet je, als je schoonmoeder belt, dan kan je dan zien. En wanneer een zakelijke klant belt, kan je dat ook zien. En zo'n alles-in-één pakket, is dat standaard of kun je daar als ondernemer nog een klein beetje schaven? Ja, kan je heel makkelijk op- en afschakelen. Hè. Die flexibiliteit is ontzettend belangrijk. En er zijn echt wel grote verschillen, dus of je nou een garagebedrijf of een architectenbureau met grote bestanden. Maar belangrijker, ja, dat garagebedrijf die heeft ook vier dochters misschien thuis zitten. En die willen wel, ja, hele leuke tv, altijd en overal kijken. En wellicht ook nog meer mobiel. Ja, dus ook de gezin thuis kan er nog een beetje van meegenieten. Ja, dat is lekker. Dan geniet ik nu even met jou, meisje, het goed. Oh, gezellig. Top. Voor deze aflevering zitten we er alweer doorheen, maar je hebt ongetwijfeld je mobiele telefoon of je tablet in de buurt. En ga dan naar rtl.nl/goedgeregeld, want dan kun je namelijk alles terugvinden wat er in deze aflevering allemaal voorbij kwam. En volgende week dan zijn we er natuurlijk weer, zelfde tijdstip, RTL 4.